Het burgercollectief vindt dat burgers zich moeten bundelen om te voorkomen dat de economische situatie in het land verder verslechtert. Met die gedachte is de organisatie in het leven geroepen. Volgens initiatiefnemer Wim Bakker is het belangrijk dat burgers zelf inzien hoe belangrijk hun rol is binnen de samenleving. Dit gaf hij gisteren aan op de persconferentie van het burgercollectief. Bakker is ervan overtuigd dat de geplande protestacties succesvol zullen zijn, ondanks het welslagen van deze acties. Veelal zal afhangen van de inzet van de individuen in de samenleving. De acties zijn echter dringend nodig, zegt hij. Ze zijn dringend nodig, want door actie draag je bij tot bewustwording. Door actie ontstaan er nieuwe ontwikkelingen. Kijk, het gaat dus niet om een berekening van zal het effect hebben of zal het geen effect hebben. Dat is niet eens van belang. Dat is niet primair van belang. Als je moet eerst afvragen, kunnen wij dit accepteren of niet accepteren? Die vraag moet beantwoord worden. Kunnen wij als media, als individuele burgers van dit land, deze corruptie, deze onderdrukking, deze dictatuur van de meerderheid in het parlement, deze dictatuur van één man en één partij die het parlement en de rechterlijke macht en de uitvoerende macht eigenlijk tot compleet op buitenspel heeft gezet? Die vraag moet beantwoord worden. Is de actie nodig of is het niet nodig? Je moet je niet bezighouden met de vraag van, zal het succesvol zijn? Dat is niet de vraag. Want het succes hangt af van jouw individuele inzet. En van de tijd. En ik kan u zeggen, alle sociale erupties komen onverwachts en zijn niet te voorspellen. Je kan niet voorspellen wanneer een actie zodanig effect zal hebben dat een regering naar huis gaat. Je kan dat niet voorspellen. Maar dat wil niet zeggen dat je zegt van, oh, omdat Minosap zou opzetten, dan Mino doet niks. Mede-initiatiefnemer Brian Boerleider zegt dat het burgercollectief geen alternatief heeft voor de huidige regering. In elk geval zal het vertrouwen weer teruggewonnen worden bij het vertrek van deze regering, geeft hij aan. Het is geen strijd tegen een persoon, zoals ik eerder heb gezegd. En nogmaals, if one persoon het jaren wakalik, amana belichaming voor corruptie, voor vervoer, nangalee, dan is dat een toevalligheid. Maar deze organisatie is niet ontstaan om iemand of een paar mensen alleen weg te sturen, maar om het hele land aan het denken te zetten dat we zo niet door kunnen. Ik hoor wel eens dat vorige politici het ook te bond hebben gemaakt. Dat mag. Maar is dat de reden om alles te pikken van iedereen en alles die nu wil stelen in ons land? Die ons allemaal vandaag aan de dag in zo'n situatie wil storten. Omdat smabende in haar verleden, ze doet dus aan dat ba. If smabende in haar verleden, dan want ik, en smabende nu, dan want ik naar volk aan dat probleem, werkelijk. Want je man bepaalt zo'n stap van verkiezing, zei Psa, gedurende alle de 4 jaar, je moet make this my year, zei Juwani. Wij vinden het niet erg om het risico te nemen om deze goede strijd aan te gaan voor deze revolutie. Vandaar dat we vandaag aan de dag bij elkaar zijn gekomen. Aldus Brian Boerleider, mede-initiatiefnemer van het burgercollectief. De organisatie vindt dat burgers zich moeten bundelen om te voorkomen dat de economische situatie in het land verder verslechtert. Het burgercollectief bestaat vooralsnog uit We Zijn Moe, Cities Ranang, Stichting 8 december 1982 en ACMOS. Verder wordt het collectief ondersteund door de politieke partij DA91.